De 5-jarige Aisha werd 6 weken geleden ontvoerd door haar moeder en is sindsdien spoorloos. De politie gaat er nog steeds vanuit dat de twee zich ergens in het buitenland bevinden. Nu heeft dus ook de Raad voor de Kinderbescherming ook een onderzoek ingesteld naar het broertje van Aisha. Het jongetje zou vandaag voor het eerst weer naar school, maar is niet opkomen dagen. Mocht hij morgen ook wegblijven, dan schakelt de directie van de school de onderwijsinspectie en de politie in.